Van mijn kant zal ik ingaan op een issue dat is aangehaald. Dat bepaalde AOV'ers aan regeringspensionarissen hebben aangegeven dat ze niet meer in aanmerking wensen te komen voor koopkrachtversterking. Ik wil hierbij wel benadrukken dat wij op het ministerie geen officiële melding hebben gehad hiervan. Maar wij hebben deze issue toch opgepakt. En in het kader van het KKV is vanuit de regering in 2023 besloten om alle AOV'ers KKV uit te keren. Dit heeft tot gevolg gehad dat in vele gevallen is afgeweken van de uitgangspunten van de missieven voor de uitbetaling van KKV. En wel op de volgende punten. Dat KKV voor gezinshuishoudens is. En KKV toekenning bij een gezinsinkomen van maximaal 6.000 netto per maand. De uitkering van KKV aan AOV'ers bedraagt ongeveer 50% van het totaal maandelijks uit te keren bedrag. En wel circa 125 miljoen. In het kader hiervan is er op 13 mei een gesprek geweest tussen leden van het Integraal Sociaal Programma Commissie en de voorzitters van VSB en ASFA. En uit dit gesprek is komen vast te staan dat het bedrijfsleven een significante rol zal kunnen vervullen bij het kunnen opschonen van het bestand. Voornamelijk op basis van privacy issues. De regering heeft gevraagd aan het ministerie van SOSAVO om na te gaan op welke manier het AOV-KKV bestand kan worden opgeschoond. En hiertoe zijn er een paar adviezen. Voor alle AOV'ers dienen de vastgestelde KKV-criteria te gelden. Hiertoe vindt al de nodige screening plaats via de systemen van BIS en CEBUMA. Een alternatief is om de AOV te verhogen naar 1800. Hierdoor hoeven AOV'ers geen KKV meer aan te vragen. En hiermee komt een groot deel van alle administratieve rompslomp te vervallen. En ook nog het plaatsen van een oproep voor AOV'ers die thans KKV ontvangen en er vrijwillig afstand van willen doen.